De staat Suriname heeft vandaag een leningsovereenkomst getekend met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. En wij van Sunweb TV waren aanwezig en maakten het volgende verslag voor u. Ik wilde even aangeven dat we vandaag ondertekend hebben twee leenovereenkomsten met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Eentje gaat over ondersteuning aan ons budget, Fiscal Sustainability Program for Economic Development, wat eigenlijk erop neerkomt dat met deze lening de duurzame ontwikkeling van de Surinaamse economie zal worden ondersteund. Het gaat om een bedrag van $150 miljoen US dollars. Tegen hele aantrekkelijke voorwaarden van 1-2% interest, rente, met een looptijd van 20 jaar en met een grace period waarin je dus niet terug hoeft te betalen van 5,5 jaar. Dat zijn hele aantrekkelijke condities voor Suriname, omdat wij natuurlijk niet de middelen hebben om met hoge rentes aflossingen te betalen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat deze middelen Suriname ten goede zal komen en het Surinaamse volk. De tweede lening is de, waarover minister McAndrew straks zal praten, is Labour Market Alignment with New Industries. Dat is een, eigenlijk meer een project van 10 miljoen. Hij zal verder praten hoe dat besteed zal worden. Maar in ieder geval, met deze twee ondertekeningen wordt eigenlijk niet alleen aangegeven dat we dus de middelen zullen hebben voor een stukje ontwikkeling, maar meer nog dat er vertrouwen is in de ontwikkelingen in Suriname op weg naar herstel. En ook dat met deze middelen het Surinaamse volk verder ondersteund kan worden in een periode waarin we die transitie maken naar olie en gas, naar nieuwe ontwikkelingen. We weten dat we een overbrugging moeten doen van 2-3 jaar. En deze middelen zullen zeker helpen om dat doel te bereiken. Voor het komend jaar wordt ook verwacht 150 miljoen en ook in 2024 100 miljoen als onderdeel van het hele steunprogramma. Boven alle andere projecten die ook worden uitgevoerd door IDB. Dit zijn dus beleidsleenovereenkomsten. Dit zijn niet alleen projectfinancieringen. Ik wilde dat even doorgeven, maar ik denk dat dit een mooi moment is voor eind van het jaar om aan te geven dat naast alle andere initiatieven die ondernomen worden om de economie weer gezond en een goed fundament te geven, dat we in staat zijn ook deze leenovereenkomst af te ronden tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. Zoals mijn collega heeft aangehaald, heeft Suriname vandaag een 10 miljoen US dollar lening getekend om te werken aan de labor market alignment with new industries. Suriname heeft zich op diverse momenten gecommitteerd aan decent work. In 1999, toen het concept werd geïntroduceerd tijdens de International Labour Conference, maar ook in september 2015, toen de Sustainable Development Goals werden geadopteerd door de wereld. Een van de voornaamste aspecten van decent work is employment, productieve employment. Dus we moeten alles doen, alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat Surinamers toch wel de nodige jobs kunnen vinden om een bestaan te kunnen opbouwen. Dit project gaat erin voorzien dat Surinaams talent getraind gaat kunnen worden, zodat ze ook kansen maken op de arbeidsmarkt. Vooral wanneer nieuwe industrieën zoals oil en gas, zoals mijn collega heeft aangehaald, toch wel van start zullen gaan in Suriname. Maar we moeten niet alleen focussen op oil en gas, er moeten ook andere nieuwe industrieën komen. Een van ze is uiteraard dat we moeten gaan denken aan hoe kunnen we de Surinaamse economie verduurzamen, vergroenen. En ook in die sector, voor die sector, zullen we ervoor moeten zorgen dat er capabele Surinamers zijn om dat proces te leiden. Dus deze lening is heel belangrijk in dat opzicht. We gaan Surinamers trainen, zodat ze ook een kans maken in geval er vacatures zijn op die banen in die sectoren. Daarnaast is deze lening van belang, omdat we toch wel hebben gemerkt dat er een verstoring is op onze arbeidsmarkt voor wat betreft de vraag en aanbod aan arbeid. En de lening zal ook focussen op het ondersteunen van de modernisering van onze afdeling directe bemiddeling, die ervoor zorgt dat werkzoekenden geplaatst kunnen worden in de private sector. Dus een enorme steun, want we hebben modernisering zeker nodig. We weten allemaal dat veel nu digitaal gebeurt.
We weten allemaal dat iedereen wel access heeft tot het internet op dit moment. Dus we moeten ook van die mogelijkheden gebruik maken om werkzoekenden te bereiken. En het project zal ook ons daarmee helpen, zodat de diensten van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken toch wel gemoderniseerd kunnen worden, zodat werkzoekenden, waar ze zich ook mogen bevinden in Suriname, toch wel zich kunnen registreren bij directe bemiddeling en directe bemiddeling hun kan proberen te matchen met werkgevers. Dus nogmaals, een heel belangrijk project, welke ongetwijfeld ertoe zal bijdragen dat Decent Work in Suriname toch nog meer een realiteit zal worden. Toen wij starten met onze regering en toen wij in onderhandeling traden met IMF over ons IMF-programma, was er een andere realiteit. Er was geen oorlog in Oekraïne. Er was geen zware importinflatie. Er waren geen hele hoge prijzen van olie, gas en voedsel. Dat is erbij gekomen. En als wij vinden namelijk dat er een nieuwe realiteit is ontstaan, een nieuwe reality, dan moeten we ons programma gaan aanpassen. Dat is wat ik gepresenteerd heb in het parlement in mijn jaarrede. Ombuigen. Nationaal, qua beleid en prioriteiten, maar ook internationaal naar IMF en IDB en World Bank aanpassen. Waarbij één aspect de rode draad is. En die ga ik als president niet loslaten. Namelijk sociale programma's voor de samenleving. Armoede aanpak. Creëren van werkgelegenheid. Dat moet de komende dagen, weken, maanden nummer 1 op de agenda staan. En dat zal ook zo blijven. Totdat er verlichting gekomen is in de samenleving. En dat doen we met ons nationaal budget. Daarvoor zijn heel wat projecten al geïdentificeerd, die dit jaar uitgevoerd gaan worden met ons eigen budget. Daarnaast hebben we zoveel andere budgetten, donorbudgetten, maar ook budgetten van internationale financieringsinstellingen, instituten. Maar zoals dit, deze overeenkomst die getekend is. En u ziet het namelijk een belangrijk deel van het geld. Gaat naar budgetsteun. En ik heb met de minister net afgestemd. Budgetsteun, en dat moet nog gedefinieerd worden. Hoe die verschillende bedragen gaan in die budgetsteun. Maar ik kan u een garantie wel geven. Het grootste deel van het geld gaat naar sociale programma's.